Nee, maar ik heb zo'n soort urge en die zit van binnen. En dan denk ik van, ik moet nu wel iets gaan doen wat niet mag. Oh ja? Maar ja? Ik ben 40. En zoals wat dan? Maar er is dus niks meer wat niet mag. Elke week neem ik je mee naar een nieuwe bijzondere locatie waar ik een gesprek heb met een bekende gast. Ik tref programmamaakster en presentatrice Lauren Verster in haar geliefde Amsterdam. Op een plek die het speelse en avontuurlijke karakter van Lauren symboliseert, een escape room. Niet gek dat ze ook het programma The Big Escape presenteert. Een spelshow waar deelnemers moeten ontsnappen uit een ruimte als deze. Op zoek naar bijzondere verhalen in voor haar nieuwe werelden regisseerde ze een pornafilm en dook ze de riolen van Parijs in. De ondernemende Lauren deinst nooit terug voor het onbekende. We gaan zitten op een modern avontuurlijk exemplaar. Een beetje zoals Lauren zelf. En wat zouden we te weten komen als banken konden praten? Hallo, hallo. Wat zit je allemaal bij je, schat? Hoe lang blijf je? We mogen niet meer fatsoenlijk omhelzen, hè? Zal ik wat van je aannemen? Ja, dat is echt... Kom maar. Alsjeblieft. We gaan het wel even een plekje geven, want... Dit is niet handig met wat wij zo meteen moeten doen. Kom maar. Het is mijn nieuwe leven. Wat gaan we doen? Ga ik je zo vertellen. Nee, jij denkt natuurlijk, waar zijn wij in vredesnaam? Maar jij hebt mij in The Big Escape zoveel escape rooms ingestuurd. Met hè, van zoek maar hoe je eruit komt. Mm-hmm. Ik dacht, ik ga eens kijken hoe het met jouw escape skills is. Dus voordat wij op de plek komen waar wij daadwerkelijk ook gezellig gaan kletsen met elkaar... moeten we eerst even één kleine hindernis nemen. Naar binnen zien te komen. Ik ga jou voorop sturen. Oh, god. Lasers. Oké. Okay. Ga jij als eerst? Kijk even, er zit er eentje naast je. Ik vind dat je dit best handig doet eigenlijk. Yes. Hier, vang. Oh god, nee, ga je... Yes, granaat. Ja, het is hartstikke donker hier. We hebben hem toch? Ja, dus lopen maar doorheen. Ja, snel, kom jongens. Ja, yeah. Ik heb hem. Nou, ik vind dat wij dit... Kom even. Ik vind het echt indrukwekkend. Het is mij niet zo snel gelukt in de Big Escape. Moeten we wat verdoen? Wauw. Hé, maar dit is echt wel een mooi setje. Gezellig, hè? Wat goed. Toch wel een beetje om je gasten zo comfortabel mogelijk te maken. Cheers. Het is wel dubbel drank of zo, hoor. Hé, je bent vandaag door een verlaten Amsterdam hier naartoe gekomen. Ja. Want alles is dicht en alles is stil. 26 tassen. Verregend hoofd. Hoe is het met jou in deze coronatijd? Nou, ik heb het relatief makkelijk, vind ik zelf. Want ik heb twee kleine kinderen. En die, ik hoef geen homeschooling te doen. Maar ik vind het wel heel saai. Elke dag is een beetje hetzelfde. Ik word er wel een beetje recalcitrant van. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik denk wel de hele tijd van... Nee, ik heb wel een soort van berusting of zo erin. Ja? Ja, ik vind het ook wel een ontspannen iets in de zin van... het is nou eenmaal zo. Nee, maar ik heb zo'n soort urge en die zit van binnen. En dan denk ik van, ik moet nu wel iets gaan doen wat niet mag. Oh ja? Maar ja? Ik ben 40. Dus en zoals wat dan? Maar er is dus niks meer wat niet mag. Want ja... Als je 40 bent, bedoel nee. je? Nee. Ik bedoel, ja, je kan gaan jatten, maar dat is wel heel treurig. Of je kan vreemd gaan, dat is wel een heel groot risico. En voor de rest kan ik eigenlijk niks bedenken wat niet mag, snap je? Maar ik heb dat gevoel wel van, ik moet nu wel even gewoon... Het is gewoon net iets te saai voor mij. Maar is dat iets wat echt in jou zit? Of wakkert dit dat gewoon dan meer aan? Er is te weinig avontuur. Ja? Ja, vind ik wel. Echt super. Had je dat toen ook al, als klein meisje? Wat? Nou, dat onrustige? Ik heb altijd wel zo'n soort... Ja, die kleine adrenaline-kickjes heb ik altijd wel nodig gehad. Dus eigenlijk klinkt je aan de ene kant heel nuchter. Dat je denkt, ja, het maakt toch allemaal niet uit. Dus waarom zou ik me er allemaal druk om gaan maken? Ja. Maar aan de andere kant heb je wel weer dat onderzoekende... dat je denkt, ik wil er van alles van weten en waarom en wat drijft mensen. En je hebt ook echt best wel een poos met jezelf al een beetje in de knoop gezeten... door die, misschien door die onrust ook wel in je hoofd. En hoe heb je dat opgelost toen? Kinderen krijgen. Ja, dat relativeert lekker. Nee. Kijk, het zit natuurlijk in mij. Dus zeg maar, ik ben wel veel minder gaan piekeren. Vroeger sloeg het heel erg naar binnen. En dan was ik heel erg aan piekeren over dingen. Dit heb ik wel veel minder nu. Maar ik denk ook onstabiel in de zin van heel veel reizen. En dan was ik vaak een week thuis, een week weg. En dan steeds een jetlag. Ook niet echt een rustig leven in de zin van best wel veel feestjes. En weet je, ook niet echt super gezond leven of zo. Dus ik denk dat speelt dan ook nog wel mee. En dan had ik ook... Ja, ik was natuurlijk 35 toen of zo. En ik had een kinderwens en mijn relatie ging uit. En ik had een nieuwe liefde waar ik super verliefd op was. Maar ik woonde ook in een echt, hotel. Je gaat nu heel hard, hè? Je gaat nu, je raast er echt doorheen. De liefde was Jort, neem ik aan. Waar je ja, dat ging uit. Dat ging uit. Had je die kinderwens ook al toen je met Jort samen was? Ja, jawel. Ja? Dat begon toen wel een beetje zo... Dat begon zo'n beetje zo'n soort zenuwen te
Want jullie zijn best lang samen geweest. Ja, 4 jaar of zo. Ja. Ja. En dan denk je dus na van, nou, is dit de man misschien wel die de vader van mijn kinderen is? Ja, dat stevende natuurlijk af op een einde op een gegeven moment. Want je werd verliefd op iemand anders. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Oh, dat weet jij. Ja, dat weet ik. Daar heb ik weer mooi pech mee. Ja, nee, ja, dat is natuurlijk het cliché verhaal bij televisie, hè? De presentatrice die verliefd wordt op dat. Nou, dat is wel echt inderdaad. Jezus, ja. Oh, wat erg, hè? Ja. Nou ja, het heeft je toch uiteindelijk iets goeds opgeleverd. Ja, dat is wel waar. Nee, maar dat is echt mijn grote liefde. En echt, ja, op alle mogelijke manieren. Als ik, ja, ik heb nu 2 kinderen met hem en het is ook echt, het klopt gewoon zo. En ik wist het. Je weet het. Je weet het ergens. Je weet, bijna alle antwoorden zitten in jezelf. In die zin ben ik misschien niet zo nuchter. Maar ja, ik kwam iemand tegen en ik werd verliefd en ik kon het ook niet meer stoppen. Dus ik heb het nog geprobeerd dan af te kappen met een brief en ik had nog een sieraad voor hem gekocht en had ik dan aan Jasper, dat is dus mijn geliefde nu, gegeven van nou, oké, hier blijft het bij, we gaan elkaar nooit meer zien. En hij had ook een vriendin. Oké, dit was het dan. Nou, allemaal huilen. Oké, nou, doei. Ja, zo. Ik zat in de auto. Ik zo, yes, ik heb het gedaan. Ik heb het afgekapt. Nou, en dan 2 dagen later zo, ja. Nee, ik ga niet bellen. Nou, 1 wijntje erin. Oh, dan weet ik nog wel, ja, hoe gaat het? Ik zeg, gaat hij me nou toch appen? Ik zei, ja goed, waar ben je? Daar en daar. Ik zei, ik zit in de auto. Ik weet het en dan ging je weer. Ik zat binnen 2 minuten zat ik in de auto, gaspedaal in, op de snelweg. Toen dacht ik, wat doe ik? Maar mijn lichaam ging er gewoon heen. Dus dit was onvermijdelijk? Ja, het is echt onvermijdelijk. Waarom is hij jouw grote liefde? Wat maakt jullie verbintenis zo speciaal? Ik bewonder hem heel erg. Weet je, je kan toch heel erg hier leven of zo? Ja. Je voelt het wel, hè? Maar je kan ook heel erg soort van heel erg zo in je lijf zitten, in alles wat je doet of zo. Wat ik misschien nog wel het leukste daaraan vind, dat hij tegelijkertijd ik met hem eigenlijk alles kan doen. Alle rare avonturen. Als ik zeg, kom, we gaan een tantra-cursus doen. Dan vraagt hij eigenlijk niet eens van, wat is dat dan? Of zo zegt hij, oh ja, dat is goed. Wanneer gaan we? Hebben jullie dat ook gedaan, een tantra-cursus? Ja, we hebben het wel eens gedaan. En daar vond hij dan niet zoveel aan. Maar goed, ja, seksueel vind ik het heel fijn. Ik vind hem heel aantrekkelijk. En inmiddels ben je natuurlijk 2 kindjes. Ja. Dus het is ineens een gezin dan. Ja. Hè? Je begint samen. Laten we heel even terug naar die tijd. Want op een gegeven moment word je verliefd op elkaar. Nou, jullie hebben die beslissing genomen om voor elkaar te gaan. En dus ook je relaties te beëindigen waar je in zat. Hoe was die eerste periode? Wat deden jullie met elkaar? Ik woonde eerst 9 maanden in een hotel. Want ik had geen huis. En ik zat ook echt een beetje vast toen, hoor. Want het klinkt nu natuurlijk als een soort heel rooskleurig verhaal. Maar ik had natuurlijk ook iemand achtergelaten waar ik eigenlijk heel gek op was. Plus, ik had natuurlijk een kinderwens. Ja, dat is misschien ook egoïstisch, maar het zit ook heel diep in je. Dat ik ook dacht, ga ik nou aan een nieuwe relatie beginnen nu ik 36 word, weet je wel? En straks lukt dat niet. Of het is ook maar verliefd zijn. Ik was natuurlijk super verliefd, maar ja, wat zegt dat nou, weet je wel? Ik ben ook wel eens vaak verliefd op iemand geweest dat het echt... Dat ik achteraf dacht van, why? Dus dat waren natuurlijk veel onzekerheden. Ik werd s'nachts wel eens wakker en dan dacht ik, wat moet ik hier allemaal mee? Wat heb ik gedaan? Ja, en dan ging ik maar een fles rode wijn opdrinken in dat hotel. En dan ging ik op reis voor mijn televisieprogramma's van de NPO. En dan deed ik mijn kleren dus in een kast in de gang. Want er kwamen de nieuwe gasten dus in die kamer. En dan kwam ik na een week weer terug uit Tel Aviv of uit New York met een jetlag en al. En dan deed ik die kleren weer uit die kast halen en weer in mijn kamer leggen. Maar soms hadden ze dan de boekings verkeerd gegaan en dan zaten die gasten nog in die kamer. Daar had ik helemaal nergens omheen te gaan. Dan stond ik daar in die gang van dat hotel. Van, nou ja, oké, dan ging ik bijvoorbeeld naar Jasper of naar een vriendin. Maar allemaal super onrustig natuurlijk. Ja, en je bent verliefd, dus we sliepen ook helemaal niet. Heel intens. Ja, ook heerlijk. En inmiddels ben maar seks natuurlijk. Nu ben je een gezin. Ja. Hele andere dynamiek. Ja, zitten jullie wel eens lekker gewoon op de bank samen? Of, Nou, bijna elke avond. Ja? Zeker in deze coronatijd. Ja? Sterker nog, ik heb een onesie en die doe ik dan aan. En dan kijk ik heel vaak gewoon Netflix. Avondenlang. Dus dat is echt... dat is gewoon heel gewoon. Voor de vrouw van avontuur en adrenaline is dat... heel gewoontjes. Ja, nee, ik vind het super zo... Ik vind zo'n family life, ik vind het echt heel fijn. Ja? Je hebt toch ook 2 kids? Ja. Mijn zijn ze al wat groter. Ik vind het echt het grootste geluk wat er is. Absoluut. Het is gewoon een permanente verliefdheid. Tenminste, zo ervaar ik het. Ja, man. En dat kleine handje wat me dan zo vastpakt. En dan 's ochtends haal ik dan die kleinste 1 in zo'n slaapzakje met een speen. Dan haal ik haar uit bed en dan ruik ik zo'n beetje zo'n verzuurde baby. Ja. En dan echt, ik ben zo verliefd. Ja. Ja, ik vind het echt fantastisch. Dus ik ging vanochtend om
half negen de deur uit. Toen was het nog helemaal donker bij ons in huis. Iedereen sliep nog. En dan gooi ik alles dus in die tas. In het donker, met een lampje. En dan denk ik, nou, er zit wel iets tussen wat ik straks aan kan doen. En dan ga ik. Oh, echt? Ja. En wat is jouw ideale ochtend dan? Als het echt gewoon helemaal perfect is, dat je denkt, ja, dit is lekker. Dit is een lekker begin van mijn dag. Ik wil eigenlijk gaan wandelen buiten. Ja, want dat doe je graag, hè? Ja. Serieus wandelen ook, heb ik begrepen. Op een gegeven moment heb je een periode gehad waarin je liep van... Want je woont in Noord nu, toch? Ja. Amsterdam-Noord naar Holesloot. Ja. Hoeveel kilometer is dat? Ja, dat is best ver. 2 uur heen, 2 uur terug, zoiets. Maar ik had af en toe belde ik dan ook wel de taxi voor de terugweg. Oh, echt? Ja. Nee. Maar ik heb wel heel veel gewandeld. En juist omdat ik denk... Ik ben heel erg achtergekomen als je vastloopt in je hoofd... of je gaat te veel piekeren. En nu is dat veel minder, hoor, omdat ik een heel ander leven heb... En toen had ik dat heel vaak. En dan ging ik op hol. En dan was ik ook, dan werd ik zenuwachtig. Dus dan ging ik, voordat ik het wist, ook allemaal beslissingen nemen die ik helemaal niet wilde. Of impulsief reageren of dat soort dingen. En dan weet ik inmiddels, oh nee, ik moet even gaan lopen. Liefst telefoon thuis laten. En dan even naar de koetjes kijken en inademen en even uitademen. Dat is dan mijn vorm van meditatie, denk ik. Ja. En dan valt alles op zijn plek. Terwijl ik loop, dan gaan al die gedachten krijgen een plekje. En die rollen uit. Ik kan die niet precies uitleggen, maar die beginnen hysterisch. En die rollen gewoon tot ik bij het goede punt ben. En dan denk ik, oh ja, zo moet ik het doen. Of ik parkeer het even. En dan komt er eigenlijk een soort... Ja, ik word eigenlijk een soort sensible, hoe noem je dat? Ik word eigenlijk verstandig door dat te doen. En dat heeft mij heel veel gebracht. En ga je dan alleen of... Nee, dan ga ik echt alleen. Nee, want het werkt niet als er iemand anders bij is. Nee, maar misschien met zo'n kinderwagen dat je dan... Nee, het werkt niet als er iemand anders bij is. Nee, ik moet echt alleen zijn en ik moet ook mijn telefoon niet bij me hebben. Dus ik moet niet gestoord kunnen worden. Dus ik heb 1 telefoon waar alleen een nummer... waar ik wel op gebeld kan worden, maar geen internet ook. Voor noodgevallen. Ja. Ja. Als jij nu bijvoorbeeld naar je moeder kijkt, hoe oud is jouw moeder? 75. 75. Wat was jouw moeder voor vrouw toen jij klein was? Ze is lerares, ja. Biologie. Mijn moeder is echt een levensgenieter. En ik zie haar als iemand die zo tot heel laat in de nacht... tussen jongens ging kaarten. En ja, ik weet niet, het is echt wel iemand die relaxter dan ik. En ook iets uitbundiger, denk ik. Ja? Ja. Jij bent enig kind, hè? Ja. Je hebt geen broers en zussen. Nee. Jouw vader die heeft... Hoe oud was jij toen jouw vader een herseninfarct kreeg? Nog best jong, toch? Ja, 21, 23. Heel jong ja. Dat is natuurlijk voor jouw moeder, want die was ook een soort van der man kwijt. Ja, je bent een soort van, eigenlijk een soort weduwe. Ja, daar kijk ik ook naar, want denk ik, zijn kwaliteit van leven is eigenlijk zo laag. Want, maar dat lijf, dat leeft maar door. Wat heeft hij nou overgehouden... Nou ja, hij is half verlamd. Ja. Maar dat wil ook zeggen dat je ene oog niet traant... en de helft van je maag het niet doet... en je ene schouder de hele tijd uit de kom klapt, weet je wel. Dus het is niet alleen maar van je kan je helft niet bewegen... je zit in een rolstoel. Het hele interne systeem is, dus je hebt heel veel pijn. Ja. Dingen werken niet. En hij heeft ook geestelijk echt een klap gehad. Dus hij valt in herhaling of hij weet dingen niet meer. Of hij kan ook natuurlijk niet zelfstandig meer leven. En hij was natuurlijk super jong toen hij dat kreeg. Ja. En nu zijn we bijna 20 jaar verder en hij leeft nog steeds. En soms, ik hou natuurlijk zielsveel van hem en ik vind hem ook superleuk. Maar dan kijk ik naar hem en denk ik, ja, het is ook wel heel wrang dat iemand gewoon maar blijft leven of zo. En dan zit je daar en dan lig je in een bed en ze takelen hem eruit met een soort stellage. En dan weer in die stoel en je hospitaliseert echt. Dat wordt je leven, wordt patiënt zijn. Dus dat is heel machteloos. Dus dat vind ik wel een hele moeilijke positie. En daar heb ik me ook een beetje tegen gewapend. Ik heb ook een beetje een soort... Omdat, ja, op een gegeven moment als je niks kan met iets... Ja, dan ga je ook maar gewoon door. Dan moet je anders doen. En vind je dat zwaar? Want jij bent natuurlijk het enige kind thuis. Ja. Heb je het idee dat ook wel een beetje op jouw schouders ja, trekt? Ja. Nee, want ik vond het enige kind zijn echt prima... Toen ik jong was, ik heb daar niks bij gevoeld of niet. Dat ik dacht van, oh, ik mis broers en zussen. En helemaal niet. Maar toen mijn vader ziek werd, dan dacht ik... oh, dus dit is het nadeel wel van alleen zijn. Je dat niet kan delen? Nee, mijn moeder had het natuurlijk ook super zwaar. Die is nu al wat opgekrabbeld. Maar die had natuurlijk in het begin, die was mantelzorger. Dan ben je de hele dag voor een man aan het zorgen... die eigenlijk niet jouw man meer is. Hè? Want zijn hele karakter was ook veranderd. Die moet je in bed, uit bed, onder de douche, tanden poetsen. En dan soms krijg je ook nog scheldpartijen voor haar kiezen. Want dan ging er iets in de hersenen niet goed. En dan was hij weer heel lief. Dus haar hele leven stond ook op zijn kop. En dan ben je het enige kind.
wat daar iets mee moet. En dat vond ik wel heftig, ja. Maar wat zijn jouw jeugdherinneringen? Als je met jouw vader was natuurlijk gewoon toen nog een... je vader, ja. Er was nog niks aan de hand met hem. Wat zijn de mooie herinneringen die jij aan je vader hebt in die tijd? Nou, wij gingen elke avond wandelen voordat ik naar bed toe ging. Ah, hier? Ja, dat is, misschien heb ik het daar aan... En dan stelde ik hem allemaal vragen en dan gingen we altijd buiten lopen. En dan ging ik heel lekker slapen natuurlijk daarna. Dus dat heb ik wel echt van hem geleerd, denk ik. Of het zit in mijn genen, want hij heeft ook altijd heel veel gelopen. Hij woonde in Amsterdam, ze ging niet de hele stad door wandelen van A naar B. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja, dat zit misschien wel in mijn fysiek of zo, dat ik dat prettig vind. En dat jouw vader dat ook misschien wel deed, gewoon om een beetje rust te creëren voor zichzelf. Ja, dat zou wel goed kunnen. Want wat dat betreft denk ik dat mijn vader wel die onrust in zijn kop ook wel had, hoor. En heeft ook wel. Lijkt je op je vader? Als ik het zo hoor, namelijk de twee dingen die je nu omschrijft, denk ik. Nou, die hoor ik jou ook vertellen. Ja, misschien dat soort dingen wel. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval heel gezellig zo om even met jou gewoon lekker op de bank te zitten. Ik ook. Meer macaron trouwens. Ja. Die zijn ook allemaal echt. Is het wel echt of hoort dit bij de koor? Nee, dat is gewoon echt. Oh, een chocolade macaron. Ik moest zo lachen dat ik laatst dacht van... Hij heeft alle schrootjesplafonds weggehaald en ik breng ze er nu weer in. Dus ik denk als hij dat hoort en ziet, dat hij zich omdraait in zijn graf.